En zie je wel een soort van licht aan het eind van de tunnel? Dat je denkt van... Ja, ja, ik denk dat wij gewoon nog steeds kampioen worden. Ik vond gewoon niet dat we erbij waren met ons hoofd. En het leek al of we dachten dat we er waren. En ik denk dat we na die kans van Kudus eigenlijk geen normale aanval meer gehad hebben. Wat we de eerste helft wel hadden. En dat was, voor mij was de tweede helft onacceptabel. Kijk, ik ben sowieso een speler die denkt dat... Ja, trainen heeft natuurlijk invloed op tactiek, zulke dingen. Maar uiteindelijk staan wij in het veld en moeten wij dat gewoon doen. En ja, moeten wij 100% inzet geven. En ik denk als wij dat doen, dat wij van elke tegenstander moeten winnen gewoon. Vrees je je baan? Nee, dat niet. Zeker niet. Ik weet waar ik vanaf het begin aan begonnen ben. En ik weet wel natuurlijk hoe mechanismes werken in het voetbal. Maar vrezen doe ik niet. Ik denk dat de afgelopen week is gewoon voor ons qua resultaat gewoon heel slecht. En als je naar woensdag teruggaat, dan is dat gewoon voor Ajax moet dat gewoon een dikke overwinning zijn. En dan sta je er wel anders voor deze wedstrijd. En dan kun je het eerste seizoen zelf goed afsluiten. En nu sluiten we het gewoon heel slecht af. En zie je wel een soort van licht aan het eind van de tunnel? Dat je denkt van... Ja, ja, ik denk dat wij gewoon nog steeds kampioen worden. En waarom dan? Wat is dan zeg maar de voornaamste redenen? Omdat ik vertrouwen heb in ons team en in alles. Ja. Nou, nu wel naar Qatar, dat is dan wel iets leuker waarschijnlijk. Ja. Maar dan wel zonder je twee vrienden, Ryan en Brian. Ja, dat is wel jammer, ja. Toch? Ja. Was wel gezellig geweest als jullie met z'n drieën daar... Ja, klopt. Ja. Nou, veel plezier en doe je best.